Eerst een aardverschuiving in Medialand, want vandaag maakt Eva Jinek bekend dat zij RTL gaat verlaten voor de AVRO-TROS. Na 4 jaar de talkshow Jinek te hebben gepresenteerd bij RTL is het tijd voor een nieuw avontuur. Wij spraken tv-expert Tina Nijkamp over deze verrassende overstap. Ja, Eva is natuurlijk begonnen als journaallezeres. Hè. We kennen allemaal nog dat fragment met die boobies. Daar is ze eigenlijk heel erg beroemd mee geworden. Maar het is bij WNL waar Eva voor het eerst haar eigen talkshow mag presenteren. Ik heb ontzettend veel plezier gehad bij WNL. Ik heb ontzettend veel geleerd. En dat was mijn kans om voor het eerst een talkshow te maken. Nou, daar blijf ik ze eeuwig dankbaar voor. Daarna heeft ze een late night talkshow gehad. Die was eerst helemaal niet zo succesvol. Daarna wel. Toch neemt Eva na 2 jaar met tranen afscheid. Ik dank mijn collega's hier bij de KRO NCRV, de mensen met wie ik de afgelopen jaren van dit programma een succes heb gemaakt. Dit zijn de mensen die mij zoveel hebben geleerd. Dit zijn de mensen die dit programma groot hebben gemaakt. Ik ga het redden tot het einde. En de afgelopen jaren was ze natuurlijk bij RTL te zien. En dat was met wisselend succes, moet ik zeggen. Mijn carrière is een opeenstapeling van kansen die mij zijn aangeboden door mensen. Te veel om hier op te noemen. En kansen die ik heb gepakt. Nou, ik denk dat iedereen dacht toen Eva naar RTL ging dat ze gewoon wel, net als bij de NPO, wat meer zou presenteren. Ze heeft er veel commentaar op gekregen dat ze heel veel afwezig was. Ze werd vaak afgewisseld door Bo of door een Umberto. En daardoor kreeg ze een beetje het imago van iemand die heel veel op vakantie was. Al viel dat in werkelijkheid nog wel mee. En nu gaat Eva dus weer terug naar de NPO. Maar voor het geld hoeft ze het niet te doen. Volgens de geruchten verdient Eva bij RTL tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro. Nou, dat gaat ze bij de AVRO-TROS in ieder geval niet verdienen. Daar is de balken en de norm en die is 223.000 euro dit jaar. Dus ze gaat er fors op achteruit qua salaris. Ja, wat vinden we ervan? Ja, ik vind het al slimme zet. Slimme zet? Ja, ik vind het wel goed eigenlijk. Kijk, ze heeft natuurlijk het laatste seizoen bij RTL heeft ze echt wel topcijfers neergezet. De laatste paar weken? De laatste tijd dat ze er was, inderdaad. Dus dat is heel erg goed. En ik denk gewoon dat het altijd goed is als er meer ruimte is voor kunst en cultuur. Want volgens mij wordt het ook een beetje een cultuurprogramma. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat ze bij de AVRO-TROS misschien nog wat meer met onderwerpen bezig kan houden. Die is interessant. Het is natuurlijk wel inhoudelijk sterk. Dus wie weet kan ze daar ook wat meer dingen vertellen die ze interessant vinden. Minder verplichte dingen ook, weet je. Je moet natuurlijk bij Boulevard of bij RTL toch reclame maken, ook voor eigen programma's. Het lijkt soms bijna Boulevard. Nou ja, weet je, en je merkt wel dat heel veel talkshow mensen daar toch wel een beetje problemen hebben. Terwijl het logisch is, want je wil je eigen programma's natuurlijk een beetje pluggen. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je af en toe denkt van, moet ik weer een programma gaan pluggen. Maar ja, dit is precies ook mijn kritiek die ik dan maar even inbreng hier in de groep. Het gaat allemaal wel heel erg veel om Eva Jinek zelf de laatste jaren. Als je ook kijkt naar haar carrière. Ja, dat is eigenlijk een soort lappendeken van allerlei omroepen die ze op een soort tournee om zelf te groeien afgewerkt heeft. Hè. Begonnen bij de NOS, uiteindelijk bij WNL, KRO-NCRV, toen uiteindelijk naar RTL. En ook met de agenda die ze erop nahield, waarbij ze in mijn perceptie echt ongeveer een kwartaal netto per jaar te zien was. Ja, vind ik het een beetje potsierlijk, hè, dat we nu enorm doen alsof we een enorm talent hebben, hè, wat nu een fantastische kans bij de publieke omroep krijgt. Ik weet dat Eva, die natuurlijk in het showbizland Amerika in Tulsa ooit geboren is, maar opgegroeid is in Nederland en altijd de talkshow koningin wilde worden. Oprah was eigenlijk haar grote voorbeeld. Ja, dan moet je ook met een publiek meegroeien. Dan moet je het publiek ook een kans geven om jou op een vaste plek heel erg lang te zien. Nou, nu 4 jaar. Ja, maar jongens, waar hebben we het over? Ik bedoel, ik vind, laat je kracht gewoon eens een keer zien en ga niet steeds overhip. Kijk, ze heeft maar dat is volgens mij inherent aan het omroepsysteem wat we hebben. Wat ook een waardeloos systeem is. Daarom, en weet je, als je als omroep zo'n talent hebt, dan moet je dat koesteren. Ja. Dan moet je mee doorpraten, plannen ontwikkelen. En je kunt je afvragen of dat gebeurd is in de afgelopen tijd. Nou, ik denk ook dat daar misschien wat stekers zijn. Ik moet je zeggen, ik kan niet wachten. De timing is in die zin geweldig, want de verkiezingen komen er weer aan. En als ik van iemand of van twee mensen genoten heb tijdens de politiek, politieke debatten rond verkiezingen is het wel van Jeroen Pauw en van Eva Jinek. Nou, die kunnen weer lekker met z'n tweeën aan. Maar omdat zij weer links zijn, want jij bent natuurlijk al een beetje in de linkerhoek. Nee, omdat ze gewoon goede programma maken. En echt inhoudelijk sterk. Nee, maar even tussendoor, die verkiezingen zijn 22 november. Het contract gaat pas in op 1 januari 2024. Nou, zij gaat pas, want laten we niet vergeten dat op dat tijdstip natuurlijk Galit en Sophie nog in het voorjaar te zien zijn. Hun contract loopt af, althans voor dat programma, als ik goed geïnformeerd ben, in mei. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat Eva zeker niet eerder dan mij zal beginnen. Nou, als
als we het een beetje hebben kunnen uitrekenen, zal ze in augustus waarschijnlijk bevallen van haar tweede kind. Dat betekent ook Eva kennen dat ze daar de tijd voor neemt, hè, om daarvan te genieten. En dat is haar ook van harte gegund. Dus die zal sowieso niet eerder dan volgend voorjaar beginnen. Ja, en dan zal ze inderdaad zal ze het overnemen. Nou, moet je haar niet meer zien als een soort profvoetballer? Dat is gewoon heel goed. En die wordt elke keer naar een andere club gehaald. Ja, zijn we daar niet veel te voorzichtig in Nederland? Ik vind het wat anders, want dan speel je in een club in een teamverband. En ik vind, zij is gewoon een vedette, laten we wel wezen. Maar een echte grote speler speelt niet in teamverband, hè? Sorry? Nee, maar ik bedoel, zij is een vedette die natuurlijk een icoon on its own is. Dus on her own. Dus zij is iemand die een programma moet dragen. Het heet ook naar haar. Ja. Maar dan heb je het, als we dan toch die vergelijking van topvoetbal maken. Gaat ze echt die salarisval maken van 1,2 miljoen naar 230.000 euro? Zij heeft natuurlijk haar vaste producent, Ewart van der Horst. De man die ooit RTL Boulevard verzonnen heeft, die De Wereld Daardoor verzonnen heeft, die nu eigenlijk het hele RTL-pakket onder zijn hoede heeft. En dat houdt dus ook in dat als hij ook nog eens een keer voor AVROTOS dat zou moeten doen om Eva te blijven faciliteren. Het zou mij niks verbazen als ze misschien toch haar eigen productiemaatschappij gaat beginnen. Dexter van der Voorn is haar man, is ook een bekende tv-producer. Dus die kent ook het klappen van de zweep. Nou, ik vind het ook wel heel erg geestig dat zij woont in dezelfde straat als Peter van der Voorst in het dorp waar zij woont, vlakbij Amsterdam. Dat was natuurlijk ook heel erg leuk, omdat Peter haar naar RTL haalt. Ik weet niet hoe de sfeer nu in de straat is. Heeft Peter van der Voorst gereageerd? Heeft gereageerd. De AVROTOS sowieso natuurlijk ook. Erik van der Staden, de grote baas daar, nou, die heeft natuurlijk alleen maar loftuitingen over haar. Peter van der Voorst heeft ook gereageerd. Daar hebben we als het goed is ook een mooi shot van. We hebben de laatste 4 jaar heel fijn samengewerkt met Eva en we hadden die samenwerking graag voortgezet. We vinden het jammer, maar respecteren haar keuze. De afgelopen jaren hebben we een sterke late-night programmering neergezet waar Renze, Umberto en Bo met z'n drieën aan doorbouwen. We wensen Eva veel succes bij AVROTROS. Nou, daar kunnen wij in ieder geval aan toevoegen dat Jeroen Pauw bij Renze vanavond heeft vermeld heeft dat hij niet op de hoogte was, dat hij het eigenlijk wel rond hoorde zoomen, maar vanavond pas geïnformeerd is, net als iedereen eigenlijk. En Umberto heeft aangegeven, dat meldde RTL Boulevard vanavond, dat hij natuurlijk ervan uitgaat dat hij zijn bijdrage levert, maar dat hij zeker niet het hele pakket gaat doen. En even kort, je noemt net dat 7 uur slot. Dat is nog niet echt gezegd door AVROTROS. Nee, maar goed, daar kunnen we natuurlijk wel van uitgaan. Het is een cultuurprogramma. Een soort nieuwe Wereld Draait Door. Het is de Wereld Draait Door met Eva Jinek. En zij zouden ik vind het ook echt een goed format wat bij haar past. Ja. Ik vind haar daar, maar dan denk is het toch een hele goede overstap. Nee, maar jongens, prima. Ja. Daar gaat het mij ook niet om. Maar ik bedoel, ik vind gewoon, noblesse oblige, zeg ik wel eens. Als je natuurlijk de kansen krijgt van al die omroepen, ben ik misschien een beetje teleurgesteld dat ze, omdat ze een gezin aan het opbouwen is, ja, toch het bijltje er een beetje bij neergooit. Ja, ik weet niet of dat zo is, hoor. Ja, dat is mijn mening. Voel je dat echt zo, dat ze bijltje erbij neergooit omdat ze ik nu vind, ik vind dat zij de laatste jaren heel veel focus op haar gezin heeft gelegd. Nou, dat mag. Hè. Dat staat iedereen vrij. Maar ik weet ook, als je echt de top wil bereiken in de showbiz en in tv-land, dan zul je soms ook een beetje water bij de wijn moeten doen. En ik heb het idee dat het nu wel heel erg om haar agenda draait. Nou ja, dat doet ze goed dan. Goed. We vroegen de talkshowkoningin van SBS6 van dit moment naar de beslissing van die andere talkshowkoningin. Ja, Eva gaat naar AVROTROS. Nou, ik ga er straks even een bericht sturen. Gefeliciteerd, allereerst. Want het is natuurlijk mooi dat je weer een nieuw contract... Is het helemaal rond al, of niet? Nou, dat is mooi als je een nieuw contract kan tekenen. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik vind altijd de NPO en Eva Jinek, dat is een soort Siamese tweeling. Die passen zo ontzettend goed bij elkaar. Kijk, ik vind Eva echt de beste vrouwelijke presentatrice talkshow-host van Nederland. Hoef helemaal niet moeilijk over te doen, dat is ze. Ze is inhoudelijk supersterk, intelligent. Love you, Eva. Ja, ik weet niet wat zij leuk vindt om te doen, behalve dan dus de diepte in qua inhoud. Waar ze ook heel sterk in is. Dus ik weet niet wat ze gaat doen daar, wat haar precieze rol is. Presenteren, maar welk programma. Maar dat gaan we allemaal wel horen, denk ik. Ik denk dat het voor haar echt fantastisch is. Nog één kort dingetje. Gaat ze alleen maar zo'n talkshow doen? Of gaat ze daarnaast ook nog andere programma's voor AVROTROS doen? Nou, kijk, ze heeft een contract voor 4 jaar. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wat andere leuke dingen te doen zijn voor haar. Dat zal ze ook echt wel willen, want zij is wel iemand voor de diepte. Dus ik ga er wel vanuit dat haar contract dat herbergt.